Op de grens van Limburg en Noord-Brabant ligt het uitgestrekte veengebied van de Peel, dat in de laatste eeuw voor het grootste deel is ontgonnen. Daar waar nog veen is overgebleven, wordt het nu ook machinaal afgegraven om te kunnen voldoen aan de toenemende vraag naar turfstrooisel. Daarmee ontstaat wel een bedreiging van het gebied, waarin overigens nog enkele Peelbewoners turf met de hand steken. Een van hen is de nu 78-jarige Toon Kolen, naamgenoot van de Brabantse schrijver die onder meer de roman Peelwerkers publiceerde. Na de verwijdering van de bonklaag wordt de turf op maat gestoken en daarna op de slagkar een speciaal model kruiwagen gelegd. Turf bestaat voor het grootste deel uit meer of minder sterk vergane planten, voornamelijk veenmos, maar vaak vermengd met heideresten en wollengras. De turven die altijd in het voorjaar worden gestoken, worden in het veld op rijen gezet om in de zomer te kunnen drogen. De warme periode van deze zomer is daarvoor ideaal. Toon Kolen, die op zijn eigen veldje nog zo'n 600 turven per dag steekt, verkoopt een deel ervan en de rest verstookt hij zelf. Gelukkig is niet de hele oude Peel verdwenen. Een deel dat tot natuurreservaat is gemaakt, geeft nog een goede indruk van het vroegere landschap dat moerassig en levensgevaarlijk was en hier nog is. Het hoogveen leeft doordat het als het ware drijft op het water. Hier groeien nog het veenmos en andere planten die we eerder verveend aantroffen bij het turfsteken. En hier bloeien onder meer ook tal van orchideeënsoorten. Wie via knuppelbruggetjes dit natuurreservaat De Grote Peel bezoekt, maakt op boeiende wijze kennis met het oeroude land, zoals dat door Staatsbosbeheer levend wordt gehouden.